Vandaag een nieuwe taste test. Do you get to hear me now? Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag weer terug een nieuwe taste test. Wat heb ik hier nu gekocht in de Carrefour in Tienen? Dr. Pepper Zero. Ik weet niet of jullie dat al gedronken hebben. Het is iets uit Amerika, denk ik. Of uit Engeland. Ik heb het gekocht voor 1,10 euro. We gaan het eens open doen. Het gaat dus al redelijk vlot open. Dit glas zat eigenlijk van de vorige taste test. Het heeft zo de kleur van een Cola Zero. Het riekt eigenlijk nog naar Dr. Pepper. We gaan het eens proeven, ze biedt. Eerst ga ik zeggen wat erin zit. Er zit water natuurlijk in. Suiker, zoals ik zie. Water, suiker, kleurstoffen. Ja. En het is geproduceerd in Engeland. We gaan eens proeven. Het heeft zo de geur van karamel. Eigenlijk de echte geur van Dr. Pepper. Dat ik gewoon ben, alleen met minder suiker. Zero sugar, zero calories. Dat is eigenlijk al waar, 2 calorieën maar. Ik zal maar stoppen met regen, want ja. Het proeft niet zo hard naar de echte Dr. Pepper. Het proeft meer, ja, als je zo cola hebt. Coca-Cola en Coca-Cola Zero, of light. Het proeft meer naar de Zero-versie van Coca-Cola, zo. Allee. Het proeft zoiets, als je zo de suikerhoudende en de minder suikerhoudende. Deze proeft het eigenlijk naar. Het is best lekker. Ik had het eigenlijk minder lekker verwacht. Ik heb het nog nooit gedronken, zelf. Het ziet er wel iets lekker uit. Ik ga het meer kopen. Jullie zullen het wel zien, ooit in een vlog terug. Het is zelfs zo lekker dat ik er een tweede glaasje van ga drinken. En zoals vind ik van deze Dr. Pepper, eigenlijk punten op 10 zou ik het een 9,5 geven. Voor de kleur. Voor de smaak zou ik het een 8 geven. Dus overal een 8,5. Algemeen een 8,5. Ik ga het gerust zelf in zelf proberen. Je kan het bijna in elke winkel verkrijgen, denk ik. En als het niet zo is, contacteer mij en ik haal het misschien. Ik heb het weer in de Carrefour in Tienen gekocht. De wereldkeuken. Het is echt een lekker drankje. Ga het nog eens kopen en ja, ik zou het zeggen, het is heel lekker. En ja, het is echt super, super, super lekker. Ik zou zeggen, koop het. Als je het niet lekker vindt, zoals ik het vind. Weet je wat, probeer het zelf uit. Het is een super lekker drankje, als je de gewone Dr. Pepper kent. Dat is hetzelfde smaakje, alleen minder suikerachtig. Dit is echt heel lekker. Maar zonder meer, vonden jullie deze video tof? Ga dan zeker die like button smashen. Reageer hieronder wat je van deze video vond en wat ik de volgende taste moet proeven. Misschien kom ik dan wel met spruit komkommer of zoiets. Of we zien wel wat ik dan ga kopen. Misschien binnenkort iets voor te eten van Starbucks of zo. Zeg het maar in de comments, dan haal ik het. En ja, als het abonneren balkje nog rood is, klik
dat dat aan en maak dat het belletje naast op rinkelen staat, dan ben je part of the notification squad. Dus hoor je bij de notification squad. Het is echt een lekker drankje. En ja, ik zou zeggen, tot de volgende video maar weer. Mijn naam is Dylan. Tot dan blijf ik altijd Dylan. Bye bye! You get to hear me now.